pocket. Ja, en ik denk dat dit ook nog wel werkt in zwart-wit. Ja, goedemorgen dames. Goedemorgen. Hoe is het met jullie? Ja, hartstikke. Ja, wat zijn jullie aan het doen? We zijn de foto's aan het bewerken voor de nieuwe collectie van Lara Zwaan. Die hebben we gisteren gefotografeerd. Dus die zijn we nu aan het Maar vertel eens even, Lara en Veronique. Laten we even beginnen met Veronique. Ik heb jou eerder al even kort gesproken. Ja, klopt. Jij bent een jonge onderneemster. Ja. Maar waar onderneem je precies? Want je hebt er zelfs een prijs mee gewonnen onlangs. Ja, klopt. Ik heb meegedaan met de zomerondernemer in Zeeland. En daarmee heb ik een prijs gewonnen. Ik heb fotografie gestudeerd. Dus ik ben afgestudeerd als fotograaf. En daarbinnen heb ik mijn onderneming. En nu studeer ik in Gent. En dan doe ik veel breder dan alleen fotografie, maar ook video, design, animatie erbij studeren. En ondertussen ben ik mijn onderneming aan het opbouwen binnen fotografie. Dus jij kan me eigenlijk nog van alles leren op dit gebied, want ik doe altijd zomaar wat met telefoon. Ja, ja. Als je hulp nodig hebt, dan kan ik altijd wel eens op mijn rug op je doen. Ja, inderdaad. Nou ja, ik weet inderdaad niks uit boekjes of dingen of wat van. Ja, nou, ik geef ook fotografiecursus. Dus hier zo in het koffiepand. Koffiepand in de Korte Geren, ja. Ja, en dat is hartstikke leuk en gezellig. En het geeft mij gewoon heel veel voldoening als ik mensen kan inspireren of kan helpen met een camera te leren begrijpen. En dat vind ik gewoon zo leuk om te doen. Dat mensen zeiden van ja, je moet daar cursus in gaan geven. Dus die heb ik van de zomer opgezet. En vanavond is de laatste avond van de zomercursus. En van de herfst ga ik hem weer geven. Want ook weer in het koffiepand. Ook weer in het koffiepand bij Esther. Hartstikke gezellig. Ja, ze leuke zaak. Dus. Ja, superleuke zaak. En dus onder het genot van een lekker kopje koffie. Hebben ze ook alcoholische versnapering hier? ja, dat hebben ze dat ook. Dat kan bij sommige mannen het drijven zijn om wel of niet te komen. Sommige mannen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Nee. Maar Veronique, daar ben ik ook heel benieuwd. Hoe oud ben jij dan? Ik ben 24. En vertel jij eens, want jij zit daar achter nu. En jou had ik nog helemaal niet ontmoet. Wie ben jij en waar kom jij vandaan? Ik ben Lara. Ik kom uit Bigkerken. Oké, dus, Bigkerken. Ja, precies. Mooi in Düsseldorf. Yes. En mag ik vragen waarom je dan helemaal voor naar Düsseldorf moet? Nou ja, ik ben half Duits. Dus ik spreek ook Duits. En vandaar ben ik daar ook weer gaan kijken. Want, die school sprak me gewoon het meest aan daar. Dus vandaar ben ik daar beland eigenlijk. En is jouw beroep dan, ben jij dan modeontwerpster of is dat te weinig? Nee, precies. Dat ben je wel. Toen heb ik naar mijn studie eigenlijk ook mijn eigen bedrijfje opgezet. Hallo. En daarvoor zijn we heel erg. En hoe heet dat bedrijf? Zwaan. Zwaan. Zwaan mode of gewoon Zwaan? Zwaan. Oké. Maar wat voor soort mode moet ik aan denken dan? Ik was altijd wel een beetje bezig met het Zeeuwse en het klederdracht. Dus ik was heel simpel begonnen met een klein bedrijfje met eigenlijk alleen maar truien met een beetje Zeeuwse schortenbond erin verwerkt. En dat wel duurzame truien, want tegenwoordig denk ik toch dat het duurzaam wel de toekomst zal zijn. En als jij zegt, dan moet ik heel even nadenken, een Zeeuwse schortenbond, is dat dan wat in de beuken zat van... In de schorten. Oh, echt in de schorten, dat is van dat hele dikke glanzende... Ja, gewoon stevig materiaal en dan met patronen erin. Komt hier wat tevoorschijn? Ja, hier komt er wat tevoorschijn. Hij is even aan het laden met Zeeuwse schortenbond. Dat stofje met die patronen, is hier niet zo heel goed zichtbaar. Maar je richt je... Wat is jouw doelgroep? Want ik zie op de foto's jonge modellen. Ja, toch wel eigenlijk alle leeftijden eigenlijk. Oh ja? Ja, nee, het verschilt echt heel erg. Ook als ik naar vrienden en bekenden kijk, zijn het ook echt jongeren. Maar ook mijn opa loopt in een vest van mij rond. Oh ja? Dus het is best sportief dat wel. Eigenlijk echt alle leeftijden wel, dus dat is wel leuk. Ja. En dan stel nou dat ik een trui zou willen kopen, kan ik dat dan bij jou online kopen? Of lig je ook in Middelburgse winkels bijvoorbeeld? Of? Ik heb sowieso een eigen webshop, dat ook. En ik maak het op bestelling, maar ik heb ook een geselecteerd aantal stukken bij Moois en Meer hangen in de winkel. In de Sint-Jaanstraat? In de Sint-Jaanstraat, precies. Want toch wel duurzame kleding die zij verkopen en dat past heel goed. En Eva en Peter zijn er gewoon echt super aardig bij.
En ja, voor mij ook echt heel tof dat dat zomaar even kon. Zeg. Ja, dat is leuk. Ja, dat is zeker heel leuk. En jullie samenwerking bestaat er dan vooral uit dat jij de modellen fotografeert? En het, dus... Ja, en film doe ik ook. We hebben vorig jaar een promotiefilm gemaakt, ook met Jelle erbij. En dus ik doe eigenlijk film, fotografie en alles daar rondomheen. Dit zijn bijvoorbeeld kaartjes. Voor Lara met haar foto's erop. Mijn foto's erop. Haar kleding. Dus ik doe eigenlijk de visuele identiteit een beetje van. Oké, okay, dus dat is eigenlijk ook gewoon marketing, als ik het goed zeg. Ja. Ja. Nou, dan gaan we zo even naar Moors en Meer. Even een klein stukje. Het is maar twee straten verder eigenlijk. En dan ben ik benieuwd hoe het daaruit ziet. Dan zien we dat. Dit is eigenlijk waar het echt mee begonnen is, gewoon met een hele simpele trui en dan met het sportgerelateerde verhaal. Ja, dat is wel. Dat heb je er eigenlijk gewoon op. Ik heb gewoon echt een hele trui gemaakt en dan dat er op de mouw gezet en dan in elkaar gebleven. Dus, ja. Maar ik zie je bijvoorbeeld ook aan de voorkant, hier zie ik echt een zeer gekleurde, ik zou bijna zeggen spijkerjasje, maar het is geen spijkerjasje. Nou ja, dit is dus zijn van die losse stukken die ik dus ook maak. En dat is echt allemaal van restmaterialen die ik nog thuis heb liggen, of van die stukken die ik dan niet weg durf te gooien omdat ze eigenlijk nog te groot zijn, maar ja, echt een zonde. Dus dat zijn echt van die losse stukken en die zijn eigenlijk ook wel goed lopend de laatste tijd. En dat is ook wel leuk, want je hebt echt iets unieks dan. En ja, hier zit dan toevallig ook een beetje schort op om te werken. Ja, wat is dat? Is dat zo? Zijn al jouw stukken zijn die allemaal uniek? Of maak je ook dingen in serie of zo? Want ik zie... Ja, deze, net als het jurkje en dit zijn weer de basic stukken. Dus die maak ik ook wel voor hier in de winkel in meerdere malen. En eigenlijk is de bedoeling dat het meer op bestelling is. Dus het is echt maar een kleine selectie wat hier hangt. En de jasjes, dat zijn echt meer losse stukken. Dus dat is, als ik eens een keer niks te doen heb, dan leef ik me hierop uit. En maar wat ik me dan altijd afvraag, hè? Stel nu dat je opeens helemaal aan een hype wordt, hè? Dat gebeurt wel eens. En opeens heb jij een bestelling voor 50 tot 100 truien. Maar ga je het dan door iemand anders laten maken of hoe werkt dat dan? Als het echt tegelijk 100 bestellingen zouden zijn, dan denk ik dat ik wel even iemand ga vragen of die mee wil helpen. Ja, want als ik een kledingstuk, dan is mijn aandachtspan is dan maximaal 2 dagen. Dan wil ik ook wel dat ik het heb. Maar dat dat is bij mij. Ik heb de levertijd staat nu op gemiddeld 5 werkdagen. En meestal zit ik daar wel onder. Omdat ik dan zoveel bestellingen heb ik op het moment niet dat ik echt. Hele wachtrijen heb, zeg maar. En, dat is omdat het echt een klein label is en het echt allemaal nog hier gemaakt wordt, vinden mensen het ook niet erg als ze wat langer moeten. Nee, precies. Want dan ga je ook voor het unieke en dan is dat, hoort dat er gewoon bij. Ja. Dus dat vinden ze echt geen probleem als het een keer wat langer duurt. Nee, precies. En hier heb ik dus ook zo'n jasje. Die is weer heel anders. Maar dan ook wat groter voor heren. En hier een trui en hier nog een ander spijkerjasje. En daar heb ik het hier bijvoorbeeld weer heel simpel in de zak verwerkt. Die je dus ook kan doen. Oh, dat is wel leuk. Maar er zijn ook echt genoeg mensen die er helemaal niks mee hebben met het sjoeltje natuurlijk. Dus die vinden het dan leuker dat die ook dicht kan blijven, dat je het niet per se ziet. Dus het is echt een beetje een combinatie. En nu mijn nieuwe collectie ga ik ook wel iets meer alleen duurzame stukken doen zonder het schortenbond. En eens kijken hoe dat gaat aanslaan. Ja, want het is ook niet per se zo dat jij Zeeuwse kleding maakt, toch? Of, nee, zeker niet. Het doel is natuurlijk gewoon echt mooie collecties maken. En nu verwerk ik dat er nog grotendeels in. En dat wil ik er ook altijd wel proberen in te houden als detail. Maar niet dat het puur alleen Zeeuwse kleding is. Nee, precies. En waar ik ook benieuwd naar ben, heb je nou zelf ook iets van je eigen ontwerp aan? Of? Ik heb nu gewoon een shirtje zonder schort. Met je eigen logo, ja. Maar loop je wel eens in je eigen kleding? Soms wel. Ja. Nee, ik heb wel wat jasjes die ik ook tijdens mijn studie nog heb gemaakt die ik wel eens aan doe. Ook een leren jasje waar ik als voering dus het schort op heb, dus dat is niet zo zichtbaar. Maar ik kan me voorstellen dat het is een goede zaak als mensen, weet je, de mensen die erin lopen zijn ook de ambassadeur. Dus, zeker. Dus ik probeer het ook steeds meer te doen. Ja. Wat doe je dat voor meer? Doe je dat voor meer lokale ontwerpers? Lara is een uitzondering. Ja? De rest is allemaal gewoon... En waarom doe je dat? Doe je dat uit sympathie voor een jonge ondernemer? Of vinden jullie dit gewoon interessant? En het is mooi. Leuk. Ja. Dus wie weet komen er anderen, maar dit is gewoon
Ik vind het heel mooi. Dus. Ja, nou, dat is leuk om te horen. Dat zijn mooie dingen. Gaat het hier goed in de winkel? Want ik was alweer even niet geweest. Heel goed. Ik ga zo weer even kijken naar het bord buiten. Ik zag altijd een nieuwe tekst. Hè? Het gaat steeds beter. Nou, super. Dankjewel. Graag gedaan.